Maaienveld. Het is een 52-jarige alleenstaande moeder die eigen kunstenaar is, want ik maak eigenlijk kostuums voor theatervoorstellingen. En toen kwam COVID. En toen bedacht ik heel per ongeluk voor mijn allerbeste vriend, die was overleden, een product. En dat bleek een heel waardevol product te zijn voor de uitvaartwereld. En zijn vrouw die zei iedere keer, oh, die mooie bloemen, die zijn toch voor Mark. En elke keer als Vera aan werd gebeld en weer zo'n prachtig boeket kwam, zei ze het weer. Van ja, wat moet ik met die bloemen, die zijn toch voor hem. En toen dacht ik op een nacht, nou, hij moet ze gewoon meekrijgen. En ja, hoe ga je dat doen? En toen wilde ik eigenlijk ook nog heel graag mijn band met hem laten zien aan de mensen die online de uitvaart moesten bekijken. Want het was natuurlijk COVID-tijd, dus er konden maar 30 mensen bij zijn. Band met hem, bloemen van iedereen, bloemenband. Zo simpel was het. Dus de uitvaartondernemers die ik spreek en ook de particulieren die dit bestellen, die zeggen allemaal, nou, waarom was dit er nog niet? Want die zaten eigenlijk altijd met al die losse bloemen die dan van de kist afrolden als de kist verplaatst werd. Of ja, de boeketten, die prachtige boeketten die bloemisten kunnen maken voor een afscheid. Die worden later natuurlijk altijd op zo'n gedenkplek gelegd. En dat vinden mensen ook in duurzaamheid, zeg maar, gewoon niet meer zo'n heel erg mooi idee. Dat die bloemen die je dan speciaal hebt besteld, dat die dan ja, niet mee mogen in het graf. Omdat er oase aan zit of ijzerdraad. En hierbij, dit is natuurlijk een volledig ja, natuurlijk product. Het is zelfs zo dat als ik hem voor de uitvaartondernemers die op natuurbegraafplaatsen begraven, dan naai ik hem zelfs nog helemaal met katoenen garen. Zodat hij ook echt mee mag. En ja, het allerlaatste beeld wat je dan hebt, dat is zo ogentroost dat die laatste omhelzing van al die mensen die een bloem hebben achtergelaten, ja, om die overledene heen. En dan, ja, dat is zo'n mooi plaatje dat je die fysieke aanwezigheid van iedereen nog ziet vormgegeven in een bloem. In het pakketje zit dus over het algemeen altijd een condoleancekaart. Want dat vind ik belangrijk. Die schrijf ik gewoon met de hand. Een strikinstructie, want ja, ik beloof dat ik per WhatsApp bereikbaar ben, mocht je voor het eerst een bloemenband gebruiken, dat je even kan zoomen of even kan bellen van, hey, doe ik het goed? Want ik kan me voorstellen dat je je afvraagt, waar begin ik? In een tasje, bijpassend tasje, doe ik dus altijd de bloemenband zelf. En op één keer na heb ik altijd de strikveters erbij geleverd. Dat was ook een heel spannend moment toen ik die was vergeten. Maar ja, het blijft natuurlijk mensenwerk. Een plastic zakje doe ik erin. Een knipschaartje, een snoeischaartje, de strikinstructies. Ja, en dan natuurlijk toch nog even mijn telefoonnummer voor de zekerheid. En deze ligt altijd bovenop, omdat ja, dat geeft gewoon zo'n mooi plaatje van hoe het er ook uit kan zien. In die zin vind ik ook steeds weer mijn theatraliteit, zeg maar, terug van mijn eigenlijke werk in de theaterwereld. Om iets op een of andere manier mooier te kunnen maken dan het is. Want het blijft gewoon super kloten als je iemand moet begraven. Ik heb nog nooit, nou, als iemand heel lang ziektebed hebt gehad, dan zeg je, ah ja, het was wel beter zo. Maar dat is echt het enige wat je eraan positiefs aan kan zeggen, want iemand gewoon niet meer om je heen hebben en weten dat je iemand gewoon nooit meer zal spreken. En iemands energie gewoon niet meer om je heen hebben, ja, dat blijft gewoon voor iedereen een gemis. Altijd. Maar wat we wel kunnen doen is dat moment ietsje mooier maken. Hè, en er zijn heel veel uitvaartondernemingen die dat ook echt nu omarmen. Ja, zo gebeurt er de hele tijd iets met die bloemenwand, wat ik zelf ook helemaal niet in de hand heb. Wat ik helemaal niet van tevoren heb kunnen bedenken. Wonderschoon. Vind ik echt geweldig. Kan ik heel blij van worden.